van harte welkom allemaal bij deze prachtige academische ceremonie. Ik wil met name ook de familie van harte welkom heten hier van professor Philipsen. Ik zie dat de ouders hier zijn, dochters, partner. Fijn dat het allemaal kan. En ik heb ook begrepen dat hier ook wel een heel groot aantal oud-collega's zijn van vroeger. KPN, TNO. En ik begrijp eigenlijk al, zeg maar net in de Kamer, dat het toch een soort van halve reunie is. En dat is toch wel weer prachtig dat dat nu allemaal weer kan, zo na corona, zeg maar, en de pandemie die we achter de rug hebben. Ik wil graag nu professor Frank Philipsen van harte uitnodigen om hier naartoe te komen en zijn oratie te gaan geven met de titel Computational Operations Research, Searching for Optimization. Ga je gang. Meneer de prorector, hoogleraar, collega's, geachte aanwezigen, zowel hier, thuis, of hier in de zaal als via de livestream ook thuis. Het is mij een grote eer om vandaag mijn inaugurele reden voor jullie uit te spreken en hiermee het ambt van bijzonder hoogleraar te aanvaarden. Ik ben dan ook blij dat u hier in zo'n grote getale aanwezig bent en dat ik ook in de gelegenheid ben om u hier te ontvangen. Dat was enige maanden geleden wel anders. De naam van de leerstoel is Computational Operations Research. En de komende drie kwartier vertel ik jullie graag iets over de inhoud en de doelstellingen van de leerstoel. Ik zal ingaan op wat Operations Research is en wat ik met Computational bedoel en welke uitdagingen er zitten aan de combinatie van de twee. De titel van de reden is, zoals net gezegd, Searching for Optimization. Operations Research, ook wel OR genoemd, is een wetenschappelijke aanpak voor het oplossen van problemen bij het beheer van complexe systemen. Hierbij worden kwantitatieve methoden gebruikt om besluitvormers te helpen bij het ontwerpen, analyseren, verbeteren van de prestaties van deze systemen. Organisaties kunnen op zoek gaan naar een zeer breed scala aan operationele verbeteringen, zoals meer efficiëntie, betere klantenservice, hogere kwaliteit of lagere kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pakketbezorgers. Hier zijn veel van dit soort verbeteringen interessant. Hoe roteren we de busjes, zodat we niet alleen de gereden kilometers beperken, maar ook de kans op een succesvolle bezorging vergroten? Hoe ziet de layout van een distributiepunt eruit? Hoe maak je efficiënt gebruik van een pakketmuur? Het doel van een operational researcher is om samen met de klanten praktische en pragmatische oplossingen te vinden voor operationele, vandaar de naam, maar ook steeds meer tactische en strategische vraagstukken. En dit met behulp van een scala aan wiskundige technieken. Vaak zitten er ook strakke tijdslimieten aan het oplossen van deze problemen. En deze tijdslimieten maken het vakgebied nog uitdagender. Je wilt binnen een operationeel proces immers binnen seconden, minuten, misschien uren, een antwoord. Voor pakketbezorging geldt bijvoorbeeld dat er tijdens de nacht veel routes worden berekend. En dat er heel veel routes moeten worden berekend, wat een limiet stelt aan de rekentijd. Het vakgebied is tot ontwikkeling gekomen tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Engeland en in de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar het efficiënt kunnen uitvoeren van militaire operaties. In deze omgeving werden veel toepassingen en methodieken ontwikkeld die nu nog steeds aan de basis liggen van de OR zoals we die kennen. Deze militaire tak van de OR kennen we ook nog binnen TNO. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de OR uit, ook op veel andere gebieden, toen wetenschappers leerden de principes ervan toe te passen op de civiele sector, zoals productie, logistiek en telecommunicatie. Onder andere door de ontwikkeling van het simplex-algoritme voor lineaire programmering in 1947 en de ontwikkeling van de computers in de volgende drie decennia, kon OR problemen oplossen met steeds meer variabelen en beperkingen. Bovendien konden de grote hoeveelheden gegevens die vereist zijn voor dergelijke problemen efficiënt worden opgeslagen en gemanipuleerd. Maar eigenlijk is deze ontwikkeling nooit gestopt en nog altijd actueler dan ooit. Toenemende rekenkracht blijft ons nieuwe mogelijkheden geven, zowel in het gebruik van nieuwe technieken als in de grootte van de problemen die we kunnen oplossen. Op wat voor problemen gaat het dan?
Het gaat om problemen die kunnen worden gedefinieerd als beslissings- of optimalisatievraagstukken. Bij bijvoorbeeld het pakketbezorgingsprobleem moet worden gedacht aan het bepalen van de volgorde waarop de bezorgadressen worden bezocht. En dat wordt zo gedaan dat de gereden tijd of het aantal kilometers minimaal is. Er moet een antwoord worden gevonden of een beslissing worden genomen die het beste is over alle mogelijke antwoorden of oplossingen die mogelijk zijn. En dat zijn er vaak heel erg veel. U vraagt zich dan wellicht af, hoeveel is veel? Nou, ik zal er straks een voorbeeld van geven, maar waarschijnlijk veel meer dan u nu denkt. Een belangrijk ander element bij deze systemen die het probleem potentieel mogelijk maken, is of er sprake is van onzekerheid. Als de omgeving vast en bekend is, spreken we van deterministische problemen. Daar is combinatorische optimalisatie het onderwerp van onderzoek. Vind het beste van heel erg veel mogelijke oplossingen. Puur het vinden van de optimale route voor de pakketbezorger is hiervan een voorbeeld. Als er sprake is van onzekerheid in delen van het probleem, dan spreken we van stochastische optimalisatie. Denk in het voorbeeld van de pakketbezorger dat we nu de planning gaan doen en ook rekening houden met verkeersdrukte. Hier spelen dan simulatie, waarschijnlijkheidsrekening, statistiek een belangrijke rol bij het oplossen van het probleem. Al deze problemen schaden we onder de operations research. Je zou een standaard aanpak voor deze problemen kunnen bedenken. De aanpak bestaat dan uit de volgende stappen. De eerste stap is begrijp de omgeving en definieer het probleem. Stap 2 is dan maak een vereenvoudigd model van de werkelijkheid. Zoek data in stap 3 als input voor het model. Ontwikkel een wiskundige oplossingsmethodiek. Los het probleem op en analyseer de uitkomst. En valideer de oplossing in de werkelijkheid. De eerste 2 stappen zijn uiterst belangrijk en misschien wel de belangrijkste kunst binnen de operations research. Het probleem doorgronden en de belangrijkste kenmerken ervan vertalen naar een model. Dit levert ook vaak interessante discussies op met de domeinexperts die alle details even belangrijk vinden. De 3e stap is over het algemeen het meest tijdrovend. Het verkrijgen, verzamelen en verwerken van data neemt in veel gevallen verreweg de meeste tijd van het project voor zijn rekening. Klassiek wordt hier geprobeerd om bepaalde grootheden in het model, de parameters, te voorzien van een waarde of een kansverdeling. De volgorde van deze eerste 3 stappen is een klassiek gegeven dat zich echter sterk aan het ontwikkelen is. Steeds vaker wordt de gekozen aanpak om data te gebruiken bij de start van het proces en wordt het begrijpen en modelleren gezien als een semi-geautomatiseerd proces waarbij het model wordt gecreëerd door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Dit proces is dan adaptief. Steeds door het toevoegen van nieuwe data verandert het model een klein stukje mee. Hiermee wordt de data dus steeds meer direct gebruikt om de structuur, maar ook het interactieve gedrag van en binnen het model te ontdekken en dynamisch vast te leggen. De 4e en 5e stap zijn het favoriete onderdeel van veel collega-wetenschappers. Het ontwikkelen van de wiskundige oplossingstechnieken, deze toepassen op de cases en het analyseren van de uitkomsten is dagelijks werk van veel collega's hier aanwezig. Deze stap krijgt ook van oudsher de meeste aandacht en zeker de oplossingsmethodieken. Dit is voor de wiskundigen ook vaak het meest uitdagend. Hoe vind je efficiënt de beste of meestal een goede oplossing voor een probleem met heel veel mogelijke oplossingen of met onzekerheid? Ook hier spelen methodes uit de AI, de kunstmatige intelligentie, een belangrijke rol. Of misschien moet ik wel zeggen dat heel veel technieken die de OR al jaren gebruikt, tegenwoordig onder de AI worden geschaard. Dat is weer een andere discussie. De laatste stap is de meest vergeten stap. Vaak is men erg tevreden met de gevonden oplossing en wordt vergeten om te zien of deze inderdaad in de werkelijkheid hout snijdt. Ook moet niet worden vergeten om te zien of deze inderdaad... Dat had ik al gezegd. Ook moet er niet worden vergeten om de verschillende stappen met elkaar in verband te brengen. Als het model of de data in het model onzekerheden bevat of niet alle details in zich heeft, dan heeft het geen zin om een oplossingsmethodiek te hebben die veel tijd kost om een optimaal antwoord te vinden. Een optimale oplossing op basis van onvolledige of incorrecte data is nog altijd niet optimaal. Er zijn dan nog vaak iteratiestappen nodig met input van menselijke experts om tot een goed antwoord te komen. De planner krijgt dan het antwoord van het model, ziet vanuit zijn ervaring waar er issues zijn, voert deze terug aan het model en vraagt om een nieuwe oplossing.
Een voorbeeld uit mijn eigen verleden is dat bij het plannen van telecommunicatiekabels onder de grond vaak gegraven wordt, maar ook geboord. Bijvoorbeeld als er een grote geasfalteerde weg moet worden overgestoken. Het model kan dan best aangeven dat en waar er geboord moet worden, maar de planner kan vanuit zijn ervaring toevoegen dat die plek, die gekozen is door het model, misschien niet handig is, aangezien er geen ruimte is om de apparatuur die daarvoor nodig is op te stellen. Een belangrijke ontwikkeling binnen het geheel is dat de complexiteit van de onderliggende systemen die geoptimaliseerd moeten worden, zowel in grootte als in onderlinge afhankelijkheid toeneemt. En dat ook steeds meer, zoals gezegd, het gedrag van mensen een onderliggend verschijnsel is dat zich ook lastig laat modelleren. Ook zijn de doelstellingen van het systeem niet altijd eenduidig, wat leidt tot multi-objective problemen. Waar je eerder bijvoorbeeld voornamelijk de kosten minimaliseerde, waarbij er een ondergrens aan de performance werd gesteld, zijn we nu steeds meer geïnteresseerd in alle gebalanceerde combinaties waarbij de kosten of de performance of beide gezamenlijk en voor meerdere onderliggende systemen worden geoptimaliseerd. Deze complexiteit noopt de OR-professional tot keuzes. Is het probleem nog wel te modelleren? Moet ik het in stukken hakken? Moet ik het door een machine learning systeem laten doorgronden? En is het nog wat door te rekenen in redelijke tijd? In deze reden ga ik in op de constatering dat OR van oudsher analytische instrumenten omvat uit veel verschillende disciplines. De ontwikkeling van de mogelijkheden in oplossingsmethodieken hangt één op één samen met de ontwikkeling van computers die het rekenen mogelijk maken. En zowel de hardwareontwikkelingen, betere processoren, denk aan CPU's, GPU's, quantum computing, en de softwareontwikkeling eromheen hebben een grote vlucht genomen en zijn deels verstrengeld met de ontwikkelingen in de operations research. Om de leerstoel, de onderzoeksrichtingen en de ambities uit te leggen, zal ik verder gaan op deze drie bouwstenen. De methodieken en de onderliggende bouwblokken van deze methodieken, de hardware met zijn ontwikkelingen en het meten van de efficiëntie van het geheel. Ik begin bij de efficiëntie. Hoe bepaal je nu de efficiëntie van een oplossingsmethodiek of van een combinatie van een oplossingsmethodiek en de onderliggende gebruikte hardware? Stel je hebt een probleem dat je wil oplossen. Oplossen betekent dan meestal het vinden van de juiste oplossing voor het probleem. Bij problemen die wiskundig geformuleerd zijn, gaat het dan meestal om het vinden van een algoritme dat een recept of een stappenplan is om vanuit een probleem een oplossing te genereren. Dit doet u dan bij wijze van spreken ook als u 's ochtends in de krant een sudoku oplost. Ook dan volgt u een stappenplan, wellicht onbewust. Hoe beter het stappenplan is of hoe meer ervaring u heeft met het oplossen hiervan, hoe sneller u het oplost. Ook als u een nieuw gerecht klaarmaakt, gebruikt u een algoritme, een recept. Er is een tak van wiskunde dat zich bezighoudt met de vraag hoe duur dit algoritme is. Oftewel, hoeveel stappen heeft dit algoritme nodig om voor een specifieke instantie van het probleem tot de gewenste oplossing te komen. Een instantie betekent hier een specifieke invulling van het probleem met de data. Bij pakketbezorger is het probleem dat hij oplost bekend, het handelsreizigersprobleem. Dit is een probleem waarbij iemand begint op een bepaald punt, een aantal plaatsen of adressen moet bezoeken en weer terugkeert naar het beginpunt. Dat wil hij dan doen in de kortste tijd of met de minst gereden kilometers. Maar de data, de adressen die hij vandaag moet bezoeken, die geven een andere invulling van dit probleem dan de adressen van morgen. Het kan best zijn dat de invulling van vandaag ervoor zorgt dat het probleem veel makkelijker op te lossen is dan met de invulling van morgen. Om te bepalen hoe moeilijk een probleem is, kan je dan ook kijken naar de gemiddelde complexiteit van alle instanties of de slechtst mogelijke complexiteit van alle instanties, de zogenaamde worst case. De tactische van de wiskunde die zich hiermee bezighoudt heet complexiteitstheorie. Naast het aantal stappen dat nodig is, kunnen ook rekentijd en hoeveelheid geheugen nodig om het probleem op een computer op te lossen van belang zijn. Voor een probleem van omvang N kun je voor een deterministisch probleem het aantal stappen vaak precies bepalen. N geeft hierbij de grootte van het probleem weer. In het geval van de pakketbezorger dus het aantal huizen dat hij moet bezoeken. Je kunt dan aangeven in welke orde van grootte de rekentijd valt. Zo kan het aantal stappen bijvoorbeeld lineair zijn in N. Dan spreken we over orde N. Of exponentieel zijn in N. Bijvoorbeeld orde 2 tot de macht N. Het is voor de wiskundigen die zich hiermee bezighouden dan interessant om op zoek te gaan naar algoritmes die het antwoord vinden in zo min mogelijk stappen. Voor sommige problemen is het aantal stappen om tot het juiste of het beste antwoord te komen echter zo groot dat het in de praktijk niet haalbaar is een algoritme uit te voeren om dit antwoord echt te kunnen vinden. Denk bijvoorbeeld wederom aan het
pakketbezorgers voorbeeld met het handelsreizigersprobleem. Een mogelijk algoritme hier is om voor alle mogelijke routes de afstand uit te rekenen en de kosten te kiezen. Hoe vaak moet je dan een route uitrekenen? Nou, er zijn n faculteit, dus n maal n min 1 maal n min 2 enzovoort tot 1 mogelijke routes. Voor n is 20, dus voor 20 adressen, betekent dit dus dat er al 5,1 maal 10 tot de 19e mogelijkheden zijn. Dat is best veel. Als je een computer hebt die elke seconde 1 miljoen berekeningen kan, 1 miljoen oplossingen kan doorrekenen, dan ben je nog altijd 1,6 miljoen jaar aan het rekenen. Voor 70 steden is het getal nog veel groter, 10 tot en met 100, oftewel 1 Google. Hier zijn we dan geïnteresseerd in algoritmes die een goede oplossing vinden in plaats van de juiste of de beste. Dit soort algoritmes worden heuristieken genoemd, van het Griekse woord voor vinden. Denk ook aan Aristoteles met zijn Eureka, ik heb het gevonden. We hebben dan een probleem en een heuristiek H die een benadering van de oplossing levert. Maar waar het eerder van belang was om te zoeken naar een algoritme waarbij het aantal stappen minimaal is, gaan we hier een heuristiek zoeken binnen een kader van 3 performance indicatoren. Hoe goed is het antwoord? Hoeveel stappen zijn er voor nodig? Maar ook, hoe ziet het verloop in de tijd tussen die twee eruit? Dit zullen we TS-paden noemen. In het grafiek op de slide staat voor een aantal fictieve heuristieken het verloop door de tijd richting de oplossing. Hiermee kun je dus inschatten hoe goed een heuristiek is. Als je deze bijvoorbeeld een bepaalde tijd geeft, kun je zien hoe dicht zit die bij de optimale oplossing. Denk bijvoorbeeld nu weer aan de pakketbezorger die de kortste route zoekt om alle pakketten te bezorgen. Hij voert alle adressen in en krijgt de bij benadering kortste route terug. T is nu de tijd die het algoritme of de routeplanner ervoor nodig heeft om het antwoord te vinden en S het aantal kilometers dat hij moet rijden. De beste oplossing zou nu de waarde opleveren die de groene lijn aangeeft. Deze is dus echter meestal onbekend. Alle andere kleuren zijn verschillende andere oplossingsmethodieken of hardwarecombinaties. Dit is een kunstmatig voorbeeld om het idee weer te geven. Het verschil tussen de zwarte en de gele lijn, voor mensen die niet kleurenblind zijn, is het verschil evident. Zwart geeft veel sneller, veel betere oplossingen. Al convergeren ze uiteindelijk naar dezelfde oplossing, wat niet de optimale oplossing is. Grijs gaat initieel nog verder, nog sneller omlaag, maar convergeert naar een slechtere oplossing. Een vraag zou nu kunnen zijn welke van deze heuristieken te prefereren is. Blauw en oranje lijken duidelijke verliezers en zwart lijkt te verkiezen boven geel. Het verschil tussen grijs en zwart is subtieler en hangt bijvoorbeeld af van de tijdschaal op de horizontale as. Als het punt waar zwart en grijs elkaar snijden na enkele seconden of minuten ligt, dan is grijs wellicht beter. Dan is zwart waarschijnlijk te prefereren. Als dit snijpunt pas na uren, dagen of weken rekenen plaatsvindt, dan is grijs wellicht beter. Ook kun je je afvragen of je grijs en zwart niet misschien kunt combineren. Natuurlijk gelden al deze paden voor een heuristiek en voor een specifieke probleeminstanties, afhankelijk van de input of parameters. Ook hier kan nu weer worden gekozen om te kijken naar de gemiddelde of naar de worst case performance. Het is namelijk interessant om het verloop van de paden voor verschillende instanties. Het is interessant om te zien of het algoritme voor verschillende probleeminstanties een verschillend verloop kent. Als de pakketbezorger morgen weer het grijze algoritme gebruikt, maar nu met andere adressen, of als zijn collega in een andere stad dit algoritme gebruikt, is het gedrag van het algoritme dan vergelijkbaar. Interessant voor onderzoekers met een meer theoretische inslag is dan om te bewijzen dat een specifieke heuristiek nooit meer dan een bepaald percentage of een bepaalde fractie afwijkt van het best mogelijke antwoord, die dus meestal onbekend is. Samenvattend voor dit eerste deel is dat voor het soort problemen waar OR zich mee bezighoudt, het niet voldoende is om alleen te kijken naar het aantal stappen of de tijd die de methodiek kost. Het zal altijd een afweging zijn tussen de kwaliteit van de oplossing, een maat voor de tijd en het pad dat in die ruimte wordt gevolgd. Het tweede onderdeel, zoals beloofd, zijn de methodes en de algoritmes om het probleem op te lossen. Generiek kunnen we een aantal oplossingsmethodieken onderscheiden. Op het hoogste niveau is er het verschil tussen exacte methodes en benaderingsmethodes.
We hebben al aangegeven dat de meeste exacte methodes die een optimale oplossing vinden en een optimaliteit garanderen, niet geschikt zijn voor het oplossen van grote problemen. Al wordt de scope van deze methodieken door de ontwikkeling van computers steeds groter. De benaderingsmethodes kunnen verder worden onderverdeeld in benaderingsalgoritmes en heuristische algoritmes. De eerste geven een benaderingsgarantie. In het slechtste geval zullen zij niet meer dan een bepaald percentage, alfa, afwijken van de optimale oplossing. Heuristische algoritmes geven deze garantie niet. Zij zijn ontworpen voor een specifiek probleem en wellicht zelfs voor een specifieke probleeminstantie. Deze klasse bestaat ook weer uit twee deelgebieden, de meta-heuristieken en de probleemspecifieke heuristieken. Meta-heuristieken zijn general-purpose methodes en dus inzetbaar voor meerdere problemen. Vaak gebruiken ze een specifieke zoekmethode om door een oplossingsruimte heen te navigeren. De slimheid zit hem dan in de manier waarop ze door dit gebied heen gaan, vaak gebaseerd op processen uit de natuur. Ik zal er straks nog een voorbeeld van geven. Vaak werken deze methodes in twee stappen. De eerste stap is diversificatie. Hierbij wordt vaak op een willekeurige manier gezocht naar gebieden in de totale zoekruimte die beloftevol zijn, of wordt vanuit een deelgebied naar een ander deelgebied gesprongen om te zorgen voor voldoende vernieuwing in de omgeving. Dit wordt gedaan om niet in een lokaal optimum te geraken. De tweede stap is intensificatie. Binnen een van de door de diversificatie gevonden gebieden wordt nu in meer detail gezocht naar een betere oplossing. Probleemspecifieke heuristieken gebruiken kenmerken van het probleem. Die worden geïdentificeerd door de modelleur om de zoekruimte te beperken en vervolgens daar verder te zoeken naar een goede oplossing. Door deze gerichte verkleining van de zoekruimte zijn de probleemspecifieke heuristieken vaak sneller in gebruik. Maar ze kosten wel vaak meer tijd in de ontwikkeling of ze vragen expliciete, specifieke kennis als input. Vanuit de toepassing geredeneerd zijn er voldoende redenen om voorkeur te hebben voor heuristische methodes. De eerste is acceptatie. Woolsey en Swenson gaven al aan, mensen leven liever met een probleem dat ze niet kunnen oplossen, dan dat ze een oplossing accepteren die ze niet kunnen begrijpen. De acceptatie en het gebruik door besluitvormers van beslisregels zal waarschijnlijk worden vergemakkelijkd door een tenminste intuïtief begrip van hoe de regels werken. Dit zie je tegenwoordig natuurlijk breder terug in de samenleving, waar black box algoritmes niet geaccepteerd worden en uitlegbaarheid van onderliggende methoden steeds vaker gevraagd wordt. Stap 2 is een verbetering tonen ten opzichte van de huidige praktijken. Ook besluitvormers zijn vaak al redelijk tevreden met een heuristische oplossing als die betere oplossingen geeft dan de huidige methode. De beste oplossing is immers onbekend en vaak uit zicht. Stap 3 is de snelheid. Soms zijn snel redelijke resultaten nodig en kunnen heuristieken sneller worden ontwikkeld en gebruikt dan complexere optimalisatieroutines. En de laatste, de vierde, is de robuustheid. Heuristieken zijn vaak minder gevoelig voor variaties in probleemkenmerken en datakwaliteit. Optimale oplossingen zijn kwetsbaar. Dit betekent dat ze buitengewoon gevoelig kunnen zijn voor veranderingen en onzekerheid in de gegevens. Als de probleembeschrijving enigszins verandert, moet om een optimale oplossing te herstellen over algemeen het hele probleem, die in eerste instantie al moeilijk was om op te lossen, opnieuw worden opgelost. Heuristieken verdelen het probleem vaak in delen en negeren zo de onderliggende verbanden tussen de partities. Hierdoor kunnen updates worden beperkt tot een deel. Het herberekenen kan dan lokaal en sneller. Bovendien zijn sommige beperkingen in de praktijk flexibel en kan een heuristische methode gemakkelijker tegemoetkomen aan deze flexibiliteit. Waar ik eerder aangaf dat meta-heuristieken vaak in twee stappen te onderscheiden zijn, diversificatie en intensificatie, kunnen we ook een aantal technieken aangeven die vaak als bouwstenen dienen voor de meta- en de probleemspecifieke heuristieken. Voorbeelden hiervan zijn de volgende. De eerste is het willekeurig genereren van oplossingen. Hier wordt dus willekeurig een oplossing gegenereerd en geëvalueerd, bijvoorbeeld door willekeurig een punt in de oplossingsruimte aan te wijzen. Probleemdecompositie. Hierbij wordt het probleem in delen geknipt en los van elkaar wordt elk van deze delen opgelost. Vervolgens worden de delen weer samengevoegd en wordt een antwoord geconstrueerd. Inductieve methodes. Dit zijn methodes
die een oplossingsmethode creëren voor simpelere versies van het probleem. En vervolgens wordt geprobeerd ook om wat ingewikkelde problemen daarmee op te lossen. Reductie. Er wordt dan een methode gebruikt die de oplossingsmethode verkleint. Benaderingsmethodes. Hierbij wordt de input zodanig gemanipuleerd dat er een simpeler probleem ontstaat, bijvoorbeeld door stuksgewijs te lineariseren van een continue functie. Constructieve methodes. Methodes die stap voor stap een goede of toegelaten oplossing genereren. Hier wordt dus niet willekeurig of at random een oplossing gekozen, maar zorgvuldig opgebouwd. Lokale verbeteringsmethodes zijn methodes die door enkele simpele aanpassingen op zoek gaan naar een betere oplossing, in de buurt van de eerder gevonden oplossing. En perturbatie tenslotte, dat zijn methodes die een oplossing licht veranderen, zodat een andere toegelaten of niet toegelaten oplossing, een buuroplossing, ontstaat. Ook in deze bouwstenen herken je vaak weer de twee basisprincipes, diversificatie en intensificatie. Door deze bouwstenen te combineren en te specificeren krijg je nieuwe methodes. En ook bestaande methodes kan je vaak aan de hand van deze bouwstenen beschrijven. Zo kun je zeggen dat de op zich eenvoudige methode Iterated Local Search een combinatie is van genereer eerst een initiële oplossing, voer vervolgens een lokale verbetering uit, doe een perturbatie, dus maak de oplossing een klein beetje anders, en creëer hieruit weer een toegelaten oplossing. Vervolgens herhaal je stappen 3 en 4 en onthoud je steeds het beste tot nu toe gevonden antwoord. Wat we hier zien op de slide is een schematische weergave van het proces in stappen. Dit noemen we ook wel een computing pipeline. Een procesbeschrijving van de stappen die je neemt om tot een benadering van de optimale oplossing te komen van een probleem. Een andere methode, GRASP, is nog eenvoudiger. En ook weer een herhaling van stappen. Eerst genereer je een willekeurige oplossing en vervolgens maak je met een constructieve methode een toegelaten oplossing van deze oplossing en onthoud je de beste oplossingen in alle herhalingen. Stimulated annealing staat ook met een initiële oplossing en een lokale verbeteringsmethodiek waarbij je met een gedurende het proces afnemende kans ook verslechteringen accepteert om weer te zorgen voor diversificatie. Eigenlijk is dit de meest basiscombinatie van diversificatie en intensificatie. Je bent steeds aan het intensiveren met een kans plotseling te diversificeren. Deze pipelines, zoals die weergeven, kan je dus steeds complexer maken en gedetailleerder door het invullen van de specifieke technologieën. Zoals eerder gezegd, is het in het zoeken naar een oplossing kan je leren vanuit de natuur. Ook hier wordt gezocht of bewogen in een ruimte via een specifieke structuur of beweging. Voor constructieve en lokale verbeteringsmethodes kan geleerd worden van evolutionaire processen zoals bij genetische algoritmes gebeurt. Voor het leren kan worden geleerd van neurale processen zoals we gebruiken bij neurale netwerken. Voor bewegen door een ruimte kan geleerd worden van zwermen van dieren, wat wordt toegepast bij ant colony, firefly algoritmes en dat soort dingen. En voor reparatie en bescherming van oplossingen kan geleerd worden van immuun- en afweersystemen van dieren en planten. De inspiratie komt van de natuur, maar de bouwblokken die eronder liggen zijn grotendeels gelijk. Samenvattend voor dit deel. Voor het oplossen van OR-problemen in de praktijk zijn heuristieken van belang. Deze heuristieken kunnen vaak worden opgebouwd uit standaard bouwblokken. Met deze bouwblokken kunt u dan in computing pipelines samenstellen in elk detailniveau, waarbij specifieke delen van deze pipelines weer kunnen worden toegewezen aan verschillende soorten hardware. En dat brengt me tot het derde onderwerp, de hardwareontwikkelingen. Ik ben de enige met wat te drinken. U mag straks. Deel 3 is dus de computerkant. Wat voor computers hebben we beschikbaar en wat voor invloed heeft dat op de algoritmes en de performance? Hoewel het voor de gebruiker niet altijd duidelijk is, is er ook op hardwareniveau veel vooruitgang geboekt. De klassieke CPU is veel krachtiger dan vroeger en op basis van multiple cores en threads steeds beter in staat om te parallelliseren. De GPU is van nature ideaal geschikt om te parallelliseren, maar niet voor alle taken en vraagt veel energie. Daarnaast hebben we de opkomst van de quantumcomputers, de fotonische hardware en de ontwikkelingen van de klassieke supercomputers. De centrale verwerkingseenheid CPU is het elektronische hart van computers die instructies uitvoert die een computerprogramma bevat.
Dit is de klassieke processor die u ook vindt in uw laptop, desktop, telefoon enzovoort. CPU's worden processors voor algemeen gebruik genoemd, omdat ze bijna elk type berekening kunnen uitvoeren. Ze zijn daardoor wel wat minder efficiënt, maar ook minder kostbaar. Een basis CPU werkt sequentieel, dat wil zeggen dat de berekeningen achter elkaar kunnen worden uitgevoerd. Deze sequentiële werking is goed voor lineaire, complexe berekeningen, maar niet voor wat eenvoudigere of meervoudige berekeningen waarvoor parallele berekeningen nodig zijn. Parallelisering betekent hier dat je meerdere CPU-eenheden naast elkaar zet aan het werk, maar dat heeft een bovengrens tot enkele tientallen of duizend of honderden. Maar dat betekent wel dat er nog altijd taken zijn die prima kunnen worden uitgevoerd door een CPU en waarvoor ze misschien wel de voorkeur genieten. Voorbeelden hiervan zijn machine learning algoritmes die geen parallele computers vereisen, zoals algoritmen voor vectormachines en algoritmes die tijdreeksgegevens gebruiken. De GPU, de Graphics Processing Unit, is een gespecialiseerde processor die ontworpen is om het maken van afbeeldingen te versnellen en is ontstaan vanuit de grafische kaart van computers. Moderne GPU's zijn zeer efficiënt in het manipuleren van computer graphics en beeldverwerking. Hun zeer grootschalige parallele structuur, denk aan honderden of duizenden, maakt ze efficiënter dan CPU's voor algoritmes die grote blokken data parallel moeten verwerken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor machine learning toepassingen die kunnen profiteren van deze parallele verwerkingscapaciteit. GPU's worden vaak ontworpen met specifieke algoritmes in gedachten. Het is daarom ook vrij moeilijk om een algoritme te programmeren voor een efficiënte uitvoering op een willekeurige GPU. Naast machine learning voor GPU wordt er ook specifiek onderzoek gedaan naar parallelliseren van zoekalgoritmes en daarmee weer van belang voor de OR. Zo wordt er in de literatuur gekeken naar parallele high-performance versies van zogenaamde Adapted Antlion en Grasshopper meta-heuristic algorithms om het eerder genoemde traveling salesman probleem op te lossen. Speciaal voor neurale netwerken wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe hardwareversnellingen. Met name zoals Field Programmable Gate Arrays en Application Specific Integrated Circuits. Dit zijn niet programmeerbare, maar taakspecifieke schakelingen. Dit kunt u zien als een hardwarematig algoritme. Het algoritme is helemaal ingebakken in de hardware. Hiermee kan zeer efficiënt worden gerekend. De hardware is immers helemaal geprepareerd voor dit probleem, maar deze kan ook dan ook niets anders. In dit kader moeten we ook denken aan volledige optische neurale netwerken en ook aan kwantumfotonische processoren. Dit zijn op fotonica, licht gebaseerde schakelingen, waar de schakeling of het algoritme hard wordt gecodeerd. Deze laatste processor, die alleen de zogenaamde Gaussian boson sampling kan echter weer worden gebruikt voor allerlei problemen uit de graaftheorie, zoals het vinden van dense subgraphs, zoals cliques, en het opsporen van graph similarities. Een andere probleemspecifieke hardware is een optische Ising machine. Meerdere onderzoekers en labs in de wereld zijn bezig deze op grote schaal te ontwikkelen. Met deze machines kunnen zogenaamde Ising problemen worden opgelost. Dit is een optimalisatieprobleem waarbij elektrospins moeten worden gekozen zodanig dat een energiefunctie wordt geminimaliseerd. Deze spins worden genoteerd met een sigma en kunnen de waarde 1 en min 1 aannemen. Dit Ising-probleem is equivalent aan het Kubo-probleem, het quadratic unconstrained binary optimization-probleem. Hierbij moet een functie xqx worden geminimaliseerd door het slim kiezen van de x-waardes, die 0 of 1 mogen zijn. Via een eenvoudige transformatie zijn de twee problemen aan elkaar gelijk. Voor heel veel optimalisatieproblemen, bekende optimalisatieproblemen in de OR, is er een Ising of een Kubo-probleem bekend. Een andere hardwareoplossing voor deze Ising en Kubo-problemen is de quantum annealer. Hier wordt quantum annealing of adiabatic quantum computing gebruikt om wederom deze optimalisatieproblemen in de vorm van een Ising of Kubo-formulering op te lossen. En daarmee zijn we in het quantumdomein aangekomen. Een quantumcomputer is een nieuwe computer die in slechts enkele seconden het antwoord op vragen kan geven waar de huidige generatie computers jaren mee bezig zou zijn. Dat is wat er wordt beloofd door de wetenschappers die onder andere in Delft hieraan werken.
Deze quantumcomputer maakt gebruik van kwantummechanische verschijnselen, zoals superpositie en verstrengeling, om bewerkingen uit te voeren. Superpositie is hiervan de bekendste eigenschap die wordt gebruikt door de quantumcomputer. Waar klassieke computers gegevens opslaan in binaire eenheden, in bits, die elk altijd één van de twee toestanden 0 of 1 kunnen zijn, gebruikt quantum computing quantum bits, qubits genaamd, die zich in beide toestanden tegelijkertijd kunnen bevinden. Of eigenlijk, ze bevinden zich in een lineaire combinatie van de twee. Deze staat van een qubit heet een superpositie. Op het moment dat de positie van een qubit wordt waargenomen, zal hij zich schijnbaar willekeurig voordoen als een 0 of een 1. Dit is echter niet geheel willekeurig, want de kans op deze 0 of 1 wordt bepaald door de onderliggende superpositie. De andere eigenschap die gebruikt wordt is verstrengeling. Hierbij zijn de toestanden van twee deeltjes die elk op een andere plaats kunnen zijn aan elkaar gerelateerd. De quantumcomputer zal niet het antwoord zijn op alle problemen. In complexiteitstermen zal er een nieuwe groep ontstaan, of is er een nieuwe groep ontstaan, zogenaamde BQP, een uitbreiding van P. Dit zijn problemen die door een quantumcomputer efficiënt kunnen worden opgelost met een hoogste 1/3 foutkans. Deze kans van 1/3 is in de definitie arbitrair gekozen. Een van de bekendste problemen in BQP is factorisatie, wat de reden is dat verschillende soorten cryptografie niet meer de beloofde veiligheid zullen bieden als de quantumcomputer eenmaal groot genoeg is. Voor problemen buiten de complexiteitsklasse BQP zal quantumcomputing wel een rol kunnen spelen, als deel van of ondersteuning van heuristische oplossingen. Qua ontwikkeling staan we met de quantumcomputer nog maar aan het begin. De huidige generatie heeft nog maar een beperkt aantal qubits die ook maar eens een beperkte levensduur hebben. Voor deze generatie wordt er wel hard aan toepassingen gewerkt. De naar verwachting belangrijkste toepassingsgebieden waar de quantumcomputer al snel een meerwaarde zal hebben, boven klassieke computing, zijn chemische simulaties en, voor OR van belang, machine learning en optimisatievraagstukken. We kunnen momenteel een tweetal paradigma's onderscheiden in quantum computing: gate-based computers en de eerder genoemde quantum annealers. Gate-based computers lijken qua werking nog het meest op de huidige generatie aan computers. Ze zijn in staat om bewerkingen, gate-operaties zoals AND en OR uit te voeren op specifieke qubits of op meerdere qubits tegelijkertijd. Hiermee kan dus daadwerkelijk worden geprogrammeerd. Bekende algoritmes voor dit paradigma zijn Grover's algorithm, die een specifiek element in een ongesorteerde verzameling kan zoeken, HHL voor het oplossen van stelsels van lineaire vergelijkingen, en QAOA, een variationeel algoritme voor optimalisatie. In een variationeel algoritme worden in samenwerking tussen een quantum en een conventionele computer parameters gezocht voor een quantumcircuit, waarmee de quantumcomputer een goede oplossing kan genereren voor een optimalisatieprobleem. Quantum annealing werkt heel anders. Hier worden als het ware energielandschappen gecodeerd in qubits. De eerste is makkelijk te creëren, een superpositie over alle qubits. De tweede is een representatie van de doelfunctie, de functie die je wil minimaliseren en waarvan de grondtoestand een oplossing is voor de qubo. Als je het ene landschap nu langzaam genoeg laat overgaan in het andere, krijg je de oplossing die het optimale antwoord weergeeft. Hoewel we ons hier niet bezighouden met de technische natuurkundige details, is het goed te weten dat het meestal niet mogelijk is om de specifiek benodigde tijd of snelheid in te schatten die ervoor zorgt dat het systeem altijd evolueert naar de gewenste staat. Generiek is het dus geen garantie van optimaliteit. Bij quantumcomputers geldt dus dat ze in het algemeen, maar ook per soort specifiek, bepaalde problemen beter kunnen oplossen. Maar omdat de huidige generatie quantumcomputers nog klein is en problemen meestal meer omvatten dan die specifieke taak, geldt dat je voor het grotere plaatje hybride oplossingen nodig hebt. Dus combinaties van quantum en klassieke computers. Dit geldt generieker voor de verschillende hardwaretypes die ik heb besproken. De specifieke performancevoordelen voor elk van de hardwaretypes maken dat er ook juist moet worden gekeken naar de hybride oplossingen waar verschillende deeltaken van de algoritmes en de heuristieken binnen hun computing pipelines aan de beste processor kunnen worden toegewezen. Samenvattend, we staan aan de vooravond van een hardware-revolutie. Er komt hardware aan die specifieke problemen, ook voor de OR, sneller kan oplossen. Het wordt hierbij steeds meer van belang na te denken over de hybride aanpakken. Welk deelprobleem laten we door welke hardware oplossen?
Hoe komt dit nou allemaal samen in mijn leerstoel? Daarvoor eerst iets over de huidige trends. Ik ben begonnen met het vertellen wat OR inhoudt, Operations Research. Ik heb daarmee aangegeven dat in de OR kwantitatieve methodes worden gebruikt om besluitvormers te helpen bij het ontwerpen, analyseren, verbeteren van de prestaties of werking van systemen. Deze systemen zijn in de afgelopen jaren echter aan verandering onderhevig. We hebben te maken met steeds complexere systemen die ook nog eens onderling afhankelijk zijn, zogenaamde systems of systems. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT en energiesystemen, of ICT en automotive of logistieke systemen. Deze systemen kunnen ook nog eens conflicterende doelstellingen hebben. Daarnaast dienen de systemen steeds zelfstandiger te worden en adaptief. Ze moeten zichzelf aanpassen aan veranderingen en zelf voor de optimale instellingen en besturing zorgen, de zogenaamde self-ex of self-star methods. Belangrijk vanuit de besturingsview hierop is altijd de vraag, gaan we centraal aansturen of volledig decentraal via autonome agents? Daarmee worden ook de modellen zelf autonomer, zoals we eerder aangegeven, waarbij modellen van de data zelf gevoed worden om structuren en interactief gedrag te laten vaststellen. Deze trend aan de vraagkant vraagt veel aan van de rekenkundige efficiëntie. Aan de aanbodkant hebben we een andere belangrijke trend, namelijk de ontwikkeling van de hardware. In het bijzonder de opkomst van fotonische en quantum computing. Het is van belang dat de OR-professionals op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen, snappen wat deze ontwikkelingen betekenen voor hun vakgebied en dat studenten nu al worden opgeleid met een bewustwording van deze ontwikkelingen. En niet alleen de studenten in de technische richtingen, maar ook zeker de studenten in de gamma-richtingen die problemen oplossen met computers. Bij de leerstoel, of het idee bij de leerstoel is dat we zoveel mogelijk technieken bij elkaar brengen vanuit de traditionele wiskunde, computer science en koppelen met de hardware-evolutie en daarmee ook deels met de natuurkunde. Met als doel praktisch toepasbare computational efficiency te bereiken voor het oplossen van optimalisatie of beslissingsproblemen in de eerder genoemde complexe systemen, al dan niet met onzekerheid. Het zal in de nabije toekomst niet meer voldoende zijn te grijpen naar een heuristiek of een solver met een conventionele computer. We zullen moeten kijken naar de meest efficiënte combinatie van slimme methodieken en computers. Dit hebben we samengevat onder de noemer Quantum Enhanced Decision Intelligence. De behoefte aan het vakgebied Decision Intelligence wordt ook elders onderkend. Gartner benoemt Decision Intelligence als een van de toptrends van 2022 en beschrijft deze als a wide range of decision-making techniques bringing multiple traditional and advanced decision and advanced disciplines together to design, model, align, execute, monitor and tune decision models and processes. Wij combineren dit met de juiste toewijzing aan de ondersteunende computing technologie. Hierbij is het goed om op te merken dat we hier dus niet specifiek op zoek zijn naar de quantum supremacy, maar de quantum computer en andere hardware waar mogelijk als tool gebruiken om verbeteringen te vinden voor de genoemde TS-paden. Hiervoor is het wellicht nodig om de gehele pipeline, niet alleen de oplossingsmethodiek, maar ook inclusief de dataverwerking en de modelleringsstap, opnieuw te ontwerpen voor bestaande problemen, om een formulering te krijgen die misschien al op een klassieke computer een betere TS-pad heeft, of die beter geschikt is voor een quantumcomputer of andere hardware en daardoor een betere TS-pad krijgt. Een voorbeeld, als het te lezen is, maar ik ga toch niet in op de details, is het probleem van de sparse sensor placement voor reconstruction. Daar willen we een klein aantal sensorlocaties bepalen om een beeld, bijvoorbeeld een foto, te kunnen reconstrueren. Dit is een optimalisatieprobleem. Klassiek kan dit worden opgelost door een aantal achtereenvolgende stappen uit te voeren. Die stappen zijn weergegeven in de bovenste pipeline. We kunnen nu een alternatieve pipeline nemen en hierbij bepalen we eerst de zogenaamde mutual information tussen alle sensoren en lossen we vervolgens een kwadratisch integer programmeringsprobleem op. Deze laatste is klassiek moeilijk op te lossen en lijkt wellicht onlogisch, maar deze formulering is zeer geschikt voor een quantumcomputer, waarmee er toch een gunstige TS-pad ontstaat. Een ontwikkeling gerelateerd aan deze TS-paden en die interessant is om genoemd te worden, is de behoefte om verschillende soorten hardware met elkaar te vergelijken. Voor quantumcomputers bijvoorbeeld geldt dat puur het aantal qubits niks zegt. Eén manier om aan te geven hoe goed een quantumcomputer is, is om een metriek te definiëren die een combinatie is van het aantal qubits, de stabiliteit van de qubits en het aantal berekeningen dat ze kunnen uitvoeren.
Een andere manier om er invulling aan te geven zijn de zogenaamde application-oriented benchmarks, waarbij een specifiek probleem wordt opgelost en wordt gekeken hoe snel en hoe goed dat gebeurt. Een voorbeeld hiervan is de Q-score van Atos. Deze score wordt bepaald door het bij benadering op te lossen van het max-cut-probleem, een bekend probleem uit de graaftheorie voor steeds grotere, specifieke grafen. De grootste graaf, uitgedrukt in het aantal knopen N, waarvoor een oplossing kan worden gevonden die duidelijk beter is dan een willekeurig verkregen oplossing, heet dan de Q-score. We hebben deze score zelf onlangs berekend voor een specifieke probleemformulering op de quantum annealer en hiervoor ook een tijdsfactor geïntroduceerd. In de figuur ziet u dat de D-Wave Advantage, de nieuwste machine, een Q-score heeft van 140 en dat de vorige versie een Q-score heeft van 70. Deze laatste gaf namelijk binnen de gegunde rekentijd voor grotere graven geen antwoord meer. Merk hierbij op dat deze score dus niet alleen hardware afhankelijk is, maar afhangt van een combinatie van methodes, technieken en hardware. Hierbij kom ik aan het einde van deze reden. De titel was Searching for Optimization. Ik hoop dat u nu inziet dat deze titel in het Engels op zijn minst op twee manieren uitgelegd kan worden. Het zoeken voor en het zoeken naar optimalisatie. In eerste plaats zijn zoektechnieken in het vakgebied zeer belangrijk als middel om een optimale of tenminste goede oplossing te vinden. Verbetering of optimalisatie van de zoektechnieken zelf is een ander belangrijk onderdeel van het vakgebied. Hiervoor zijn we binnen de OR samen met onze collega's in aanliggende en soms ook overlappende vakgebieden bezig om te zoeken naar een verbetering van onze toolset, waar hardware een steeds belangrijke rol gaat spelen om nog efficiënter de problemen in het bedrijfsleven en de maatschappij te kunnen oplossen. Dit vraagt steeds meer om een multidisciplinaire aanpak, het verbinden van OR met computer science, natuurkunde enzovoort, wat bij TNO als integrator mijn rol is en wat de Universiteit van Maastricht ook belangrijk vindt en propageert, zoals vorige week nog bleek uit de reden van de nieuwe rector. Bijna klaar. En rest mij nog een woord van dank. Het bestemd laat het meneer van over. Een leerstoel klinkt iets voor één persoon. Je komt er echter niet alleen en je bent hem ook niet alleen. Ik was er niet gekomen zonder de steun van TNO, het management, specifiek Erik, Danielle, Paul, professor Havinga, mijn collega's die het werk ernaartoe mogelijk hebben gemaakt en in de toekomst hopelijk blijven bijdragen. In het bijzonder dank aan Thijs, bijna professor Veugen, voor het mij introduceren in het kwantumvakgebied. Ook de Universiteit van Maastricht en in het bijzonder dan professor Van Hoesel, is belangrijk gebleken. Zij stonden open voor een hoogleraar met een meer toepassingsgericht onderzoeksprofiel. Niet alleen kijken naar je publicatielijst, maar ook vooral naar wat je kunt toevoegen aan het onderzoek en het onderwijs. Ik zie uit naar het contact met de collega's en de studenten. Een bijzonder woord voor Rob en Rob. Professor Van der Meij, professor Kooi. Die al jaren, sinds 1998-99, wellicht onbewust een bron van inspiratie zijn geweest. En natuurlijk dank aan mijn vrienden, familie, mijn schoonouders, helaas hier niet aanwezig, maar hopelijk via de livestream. Mijn ouders, mooi dat jullie erbij zijn. En natuurlijk mijn gezin, Astrid, Emma en Willemijn, die er altijd voor mij zijn en altijd weer de interesse hebben in en mij de ruimte geven voor de dingen die ik doe. Ik zal wellicht wat vaker weg zijn, maar Maastricht is niet om de hoek, zoals velen van u wellicht vandaag hebben gemerkt. Maar ik hoop ook dat ik met deze stap laat zien dat niet onmogelijk is. Het is goed te dromen en te proberen je dromen werkelijkheid te maken. Waar ik 8 jaar geleden nog slechts in mijn proefschrift aan mijn dochters de quote possunt quia posse videntur meegaf, wat ik vrij vertaalde met geloof in jezelf, dan kun je meer dan je denkt, wil ik nu eindigen met de beroemde quote van Pippi Langkous. Een andere wijsgeer. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Hieruit kan je meenemen dat je altijd dingen op je pad zult tegenkomen die nieuw zijn. Laat je daardoor niet afschrikken. Wilde afsluiten, zeg ik. Want als je even bronnenonderzoek doet, blijkt dat Pippi dit nooit gezegd heeft. Maar dat wist u wellicht al. Wat ze wel zegt op de opmerking dat ze niet kan piano spelen is: hoe kan ik dat nou weten als ik het nog nooit geprobeerd heb? En misschien is dat wel meer waar. Ik heb gezegd.
Ja, heel erg bedankt voor een zeer interessante inaugurele reden, zou ik zeggen. Ik ben ook blij namens de school dat deze leerstoel ingesteld is. Ik denk dat het een mooie link kan brengen tussen aan de ene kant inderdaad je heel fundamentele theoretische aspecten, maar ook een vertaalslag naar de praktijk. En ik denk dat dat inderdaad iets is waar we in deze school veel werk van willen maken. Impact creëren voor zeg maar de dagelijkse praktijk ook. Dus dat is denk ik heel mooi dat met deze leerstoel allemaal kan. Ik wil ook graag alvast iedereen feliciteren die hier nauw bij betrokken is. Familie, maar ook vrienden en allerlei naasten, misschien ook beroepsmatig. Allemaal van harte gefeliciteerd alvast. Dan is er nu ook een logistiek probleem. We gaan namelijk straks met z'n allen een glas drinken. En we kunnen met z'n allen in de rij gaan staan, maar dat hoeft niet. Ik heb net de instructie gekregen van de pedel om iedereen te vragen om misschien niet in die rij te staan. En vooral gewoon eerst misschien even een glaasje te pakken. Misschien wat te gaan drinken in de refter of in de binnenplaats. Het is prachtig mooi weer. En dan pas als er zeg maar weer wat ruimte ontstaat, professor Philipsen gewoon te gaan feliciteren. En met name de mensen die ook uitgenodigd zijn voor vanavond. Ja, dan is dit misschien een mooie gelegenheid om eerst te drinken en dan pas later te feliciteren. Dus dat is heel eventjes wat ik zou willen vragen, ook namens de organisatie van een en ander, om dat te gaan doen. En dan stel ik voor om nu met z'n allen een glaasje te gaan effen. Dames en heren, wil ik aan het staan?